Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen riep 2018 uit tot het jaar van de Nijmeegse schoenindustrie. Tot eind juli is er daarom in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een bijzondere expositie over de ooit zo belangrijke positie die onze stad innam in de schoenindustrie. Ooit produceerde Nijmegen namelijk zo'n 3 miljoen schoenen per jaar. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, voor wie het nog niet kent, brengt van alles over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. En het liefst doen we dat met allerlei initiatieven vanuit de stad. Dus zeg maar voor en door de bewoners van de stad. En wat er nu te zien is, daar ben ik best wel trots op. En ik vind het ook heel erg mooi, want het is een expositie over de schoenenindustrie in Nijmegen. Niet iedereen weet dat, maar Nijmegen heeft een hele grote schoenenindustrie gehad. Er zijn ook heel veel mensen die in de schoenenindustrie hebben gewerkt. En een tijdje terug kwam er zo'n initiatief vanuit de stad, namelijk vanuit Stineo, Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving, om een expositie te maken over die schoenenindustrie. Vond ik een super tof initiatief en daar zijn we mee verder gegaan en dat heeft geresulteerd in deze expositie waarbij we, en dat vind ik heel erg leuk, ook Nijmegenaren hebben opgeroepen om zelf spullen te komen brengen wat ze nog thuis hadden liggen op zolder of bij oma en daar is een verzamelkamer van ingericht. Er zijn een aantal aspecten aan de tentoonstelling, natuurlijk de tentoonstelling zelf hier in het Huis van de Geschiedenis. We hebben een wedstrijd gedaan met VO-scholen, scholen voor voortgezet onderwijs, om tot de mooiste schoen van Nijmegen te komen. Die is gekozen door Jan Jansen, Ben Verhees en Max Krol van de NIMCO. En de NIMCO, die dus nog bestaat, die gaan nu die schoen in het echt maken. En de winnares, Lonne Rijmakers, die gaat die schoen ook echt krijgen. Henk Jansen heeft het boekje Nijmegen en de schoenenindustrie uitgebracht. En in de schoenenindustrie Nijmegen en omgeving staan een hele variëteit aan artikelen over de schoenenindustrie. Zo ook dit schilderij achter mij. Dat is een schilderij, daarop staat Johan Verschuur. En dat is de stichter van de NIMCO. Maar ook allerlei kinderschoentjes, oude schoenendozen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Echt ontzettend leuk.